Nou ja, dit is de intro, hè, maar die hoorde je niet, omdat je een koptelefoon hebt. Oh, dat gaat het voor de tweede keer, want ik kan het weer u knippen. Hoort iedereen live. Mick Newt, volle bak vandaag, jongens. Hij heeft in de gaten. En dat op Valentijnsdag, hè? Ja, op Valentijnsdag. Iedereen mag van huis af. Knaga. Ja, maar iedereen wil daar graag van huis af. Welkom. Ja, denk ik. Maar die mensen gewoon, hè? Van huis af. Ja, welkom. Ja, dankjewel, hè. Fijn dat je ook bent. Ja, ik doe altijd eerst het vaste trio altijd. Snap ik. Introduceren. Ja, iedereen weet het natuurlijk, want die heeft dat gelezen. En Ellie, welkom. Dank. Gasten, het wordt er steeds meer. Zelfs onze communicatieve man van de graafschap is aanwezig. Dat mag best gezegd worden, Kevin, hè? Ik denk dat Kevin was de eerste gast bij ons. Ja, maar ja, hij wordt ook de eerste gast die we voor de tweede keer uitgenodigd. Maar dat vind ik leuk. Het verschil tussen toen als journalist en nu als communicatieman. Ja, zeker. En ja, de one and only. Nog net geen burgemeester van Hengelo, hè, maar die woont in Doetinchem tegenwoordig, Leon. Ja, Leon Kaak. Ja. Leon, wat leuk dat je bent, man. Ja, vind ik ook. Ja, dat horen we van iedereen. Maar dat kun je achteraf pas zeggen eigenlijk, of het echt leuk was geweest. Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Toen we jou uitnodigden, Leon, toen was het eigenlijk... shit, het is Valentijnsdag. Ja. Maar dat... Ja, nee, commercieel gedoe. Zeg je, het is elke dag Valentijnsdag, ja, hè? Ja. En, Wilco, Henry, ik ga even zingen. Nee. Want in het een van die clubliederen die we kennen, hè, daar wordt gewoon gezongen van... Eerst mijn clubsken en door dat toch mijn vrouw. Oh ja. Ja, dat zal niet voor iedereen in dank worden afgenomen, maar goed, ja, soms is het zo, hè? Ja. Ja. Leon, hoe is het? Wat is dat dan? Ja. Nou, naar omstandigheden prima. Ja, hè? Ja, het gaat wel goed, maar wel weer een apart seizoen, ja. Zeg je het wat ons betreft nog heel voorzichtig, druk je dat uit. Ja, dat... Nee, maar voor jou sowieso natuurlijk, hè, want in de voorbereiding gepasseerd geraakt aan de Kuit. Dan loop je toch een beetje achteraan te hikken, hè, heb ik het idee dan, vaak. Hoe is het daarmee met die blessure? Ja, dat gaat gelukkig wel weer goed. Ja? Ja, ik was daar nog wel een tijdje mee aan het kwakkelen. Je wil dan toch in de voorbereiding ook, je komt terug bij je clubpie en je wil volle bak. Ik heb in de vakantie heel veel gedaan, misschien wel te veel. Daar heb je geen vakantie voor, Leon. Nee, maar je wil toch, hè? Kom aan, je wil toch wat laten zien. Ja, ja. Ja, en dan inderdaad is de beste wedstrijd, of tweede wedstrijd, weet ik niet, tegen de Duitsers. Was het. Oefenwedstrijd nog? Ja, 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 ja. Toen schoot hij al in de rechterkant een beetje. In de lies begon het. En, dus dat is vanuit de overbelasting, denk ik, toch meteen iets te hard begonnen, denk ik. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk naar je lichaam luisteren. Maar ja, op dat moment ga je gewoon door. En dan ga je waarschijnlijk, doordat je net iets anders loopt of anders belast, krijg je kuit en dan kom je meteen in de tanden. Dus toen moest ik op een gegeven moment, zei Adrie ook van, nou ga ik je remmen. En dan moet je eerst, je hebt ook gelijk. Anders voetbal je ook niet zoals je eigenlijk zou willen. Nee, dus want dat is ook nog eens erbij. Er worden misschien want dan is op 90% of 85%. Ja, en er worden misschien wel bepaalde verwachtingen gekweekt op een gegeven moment van Leon Kaak is terug. Hè, dus dat soort dingen. Het welkom, Leon. We gaan ook even naar de resultaten kijken natuurlijk. Hè. Dat is een beetje vaste prik bij ons. Ja. We gaan kijken hoe we de weg naar die finale, hoe we de weg naar de Kuip gaan afleggen, Leon. Gewoon heel eerlijk. De verwachtingen zunden gewoon. Loting is gunstig, toch? Dat is altijd een verrassing. Dus in dit geval denk ik dat de verrassing op de 5 bent. Nou ja, maar die loting, daar wil ik het toch even over hebben. Hè. Want als je nou ziet, die tegenstanders van AZ, PSV, Feyenoord en Ajax. Gemanipuleerd, hè? En dan vind ik het... lullig om te zeggen, maar normaal gesproken is de Graafschap Utrecht. Geen AZ, Utrecht. Ga verder. Ja? Ja, nou ja. Nou ja, maar gezien de ranglijst en de resultaten... Waar wil je naartoe, Hans? Oh, sorry. AZ niet, hè? Nee, Utrecht. Nee, Utrecht. Sorry. Utrecht-Spakenburg. Ja, ja, absoluut. Ja. Waar wil je naartoe, ja. Is het... Gemanipuleerd? Ja? Ja. Ik sluit er niet uit. Leon mag niks zeggen natuurlijk. Nee, het lijkt een beetje op het Feyenoord verhaal. Feyenoord altijd thuis. En, dit is... soms moet het zo zijn, denk ik. Maar nu moeten ze uit naar Jereveen, hè, Feyenoord. Dus ja, nu wel van eens uit. Ja. Maar die hebben wel heel vaak het geluk in de koker. Ja. Maar ik denk persoonlijk wel, als het was Feyenoord-Ajax geworden, op een doordeweekse avond, dat wil niemand. Dat wil de burgemeester van Rotterdam niet, dat wil niemand niet.
Dus ik denk dat een van die twee balletjes warm was. Van Feyenoord en Ajax. Ja, dat wilde ik net zeggen. Dat hij weet dat die niet bij elkaar mogen. Ja, precies. Nee, maar dat is wel... Als ze zeggen, laat in geribbeld of zo, dat je niet kunt zien. Ja, ja, dat kan. Het is helemaal wat. Nee, want alle topclubs hebben elkaar ontlopen. Ja. Want ik denk dat Arco en Freek, die luisteren ook vanavond natuurlijk. Die hebben dan heel eigen verhaal mee natuurlijk. En dat snap ik. Ja, ja, ja. Maar Leon, hoe is dat ontvangen, die loting, binnen de selectie? Ja, ik stond bij Hidde op de verjaardag. En, dat was afgelopen zaterdag. Kwam ineens, ja. Ik had er even niet meer aan gedacht. 10 minuutjes te laat. Leon. Kijk. Oh, Ajax. Beleving. Ja, shit. Ja, ja. Ja, en dan, de eerste reactie is meteen natuurlijk, dat is een aardige loting. Het is niet meteen dat je denkt, dit is een gunstige loting. Maar goed, al met al kan het publiek hier natuurlijk wel een mooie wedstrijd gebruiken, denk ik. Dus dat is wel... Natuurlijk kan dat een heel snel potje worden. Dat je denkt, shit, nog zo lang op de klok. Maar dat hoop je niet. En daar gaan we ook absoluut niet voor. Nee, tuurlijk. Dus we gaan daar een goed plan voor maken. Want dat is een wedstrijd op zich weer. En ik denk wel dat we... dat het niet moeilijker kon natuurlijk. Nee, ben je opgegroeid als Ajax ziet? Of wat was je favoriete club? Hallo. Hallo. Dat is gewoon een vraag in het kader van informatieve informatie. Ja, kan toch. Ja, het is maar één club. Maar bedoel, iedereen heeft toch wel iets anders erbij, zeg maar. Ik heb dat niet, maar sommigen wel. Maar buiten deze club heb ik natuurlijk wel een voorkeur. Als je kijkt Ajax, Feyenoord of PSV, is het wel Ajax. Ajax. Ja, maar weet je wat ik aan denk? Dat is een beetje jammer. Ja, maar nee, maar ik... Tuurlijk, weet je, je haalt allerlei scenario's en denk van, nou, weet je wat ook een mooi scenario zou zijn? Financieel. Mm-hmm. Dat je in de arena gaat voetballen. Want er zit toch 53.000 man. Nou, tegen de Graafschap. Oh, nee. Dat jawel. Hebben ze net de eerste ring vol. Het is geen Kuip. RKC is er ook gewoon 53.000. En zo'n zoekaar op papier, ja. Ja, oké. Zouden ze dat er niet voor over hebben om naar de Graafschap te komen kijken? Dat denk ik niet. Oké, dan is de goede loting. Dan willen we ook dat heb ik vaker gehoord, hè? Dat klopt. Financieel op zich, prima. Kun je een paar cent meer verdienen, maar de kans dat je verder gaat is... Nee, dat is nieuw. Nou, zeg ik gerust nieuw. Ja. En hier, de Vijenberg, het kan spoken, hè? Ja. En we moeten één keer per seizoen minimaal pieken. Eén keer per seizoen. Het heeft heel vaak gesproken. Het kan, hè? Het kan. Ja, ik denk vanuit dat het Spakenburg moet naar Utrecht, hè? Ja. Nou, dat wordt Utrecht. En PSV moet... Tussen ADO. ADO. Ja. Ja, Feyenoord zal waarschijnlijk wel winnen in Heerenveen. Dat is één verrassing en dat is natuurlijk op vijf bij. Ga jij weer vanuit met jouw Feyenoord kleuren tussen... Voetbalkennis noemen ze dat. Ja, nee, maar goed. En Brian Smeets is transfervrij. Ja, moeten we nu even op. Misschien dat nou een optie is. Maar het is middenveld, dus dat is niet logisch natuurlijk. Nee. Ben je fit om mee te doen 2 maart, Leon? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat scheelt. Overigens, we gaan het ook nog even... met betrekking tot Adrie, onze trainer, Adrie Pollevaart, ook nog even een hart onder de riem steken natuurlijk. Wat hij ontzettend nodig heeft. Die wedstrijd tegen Ajax, leeft hij nu al binnen selectie? Ik bedoel, want die competitie is nog steeds belangrijk, want het gaat dus groot naar de play-off. Ik denk in eerste instantie even in het weekend wel, maar daarna, inderdaad, als je nu weer gaat trainen, dan zijn we volledig... op Roda gericht en dan leeft het nu nog niet. Buiten dat, je krijgt natuurlijk wel ineens weer veel meer berichten van mensen die je eigenlijk nooit spreekt van, hoe is het? Ja. Dan komt de vraag daarna. En ook kaartjes hier. Ja, zo werkt dat. Daar ben je dan af en toe wel wat druk mee, maar dat is logisch. Mensen willen daarbij zijn en dus ben ik wel. Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik. Alleen voor de rest is de focus zeker op de competitie. Ja, ja, in zeg maar zo'n vriendenclub waar we altijd mee gaan, allemaal seizoenkaarthouders. En dan krijg je ook al in de appgroep van, een collega van mij wil met zijn 2 kinderen. Ja, tegen de treffers zitten ze precies, in de bioscoop. Ja, en nu in één keer wel eens in het stadion zitten. Ja, die vliegen gaan bij mij niet op. Maar nee, dat ben ik een oproep doen nu? Wat? Kaartje niet weggeven? Ja, inderdaad, nee, maar... Ja. Goed, aan je eigen kinderen misschien. Leon. Ja. Je komt weer terug bij de Graafschap. Ja. Je ging van de Graafschap naar Os. Ja. Komt het terug. Hoe is dat allemaal zo gelopen? Ik bedoel, hoe was het destijds toen je wegging? Hoe ben jij weggegaan hier? Ik bedoel, met wat voor gevoel? Ja, best wel met een raar gevoel destijds. Want ja, als er eerst veel signalen komen binnen een stafclub dat je gaat blijven. En je koopt hier een huis en je vindt het allemaal best hier. Je vindt het geweldig, je hebt je naar je zin. Ja, dan is het daarna wel even...
oh, dat gaat toch niet gebeuren. Ja, was dat die situatie toen in de Dat was die situatie dat het toen... ja, natuurlijk wel met het idee van... prima, een huis kopen is nooit verkeerd. Dus nee. Maar wel met het idee, ja, tuurlijk. Ik wil hier wel bijtekenen. En dat was die tijd dat heel veel weg uiteindelijk gingen en moesten. Ja, dan kwam je wel best wel laat in het seizoen daarachter. En dan moet je nog maar een club zien te vinden. Mm. Die op Kaak zit te wachten, weet je wel. Ja, dat is ook niet vanzelfsprekend. Dus dan moet je... Toen was ik met Dick Lukien en met Peter Bijvelds in... ja, toen moest ik kiezen van Emmen was gewoon ook een middenmotor in de KKD destijds. En ja, dat was Emmen of Os. En Os was wel goed te rijden. Dus, en ik had meteen een heel fijn gesprek met Peter. En die kan dat wel. Wie was de trainer? Je kent hem inmiddels. Ja. Daar kreeg je wel meteen een oprecht gevoel van, dit En wie was toen trainer bij Klaas Welstorp of niet? Ja, Klaas. Ja. Klaas wel. Klaas thuis. Klopt. En, nee, daar me goed kunnen ontwikkelen. En ben ik wel veranderd als speler. En heb ik me absoluut kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben. Ja. En helaas nog te weinig kunnen laten zien wie ik ben. Daar gaan we wel wat aan doen. Ja. Wat mij wel intrigeert in de zin van, hoe ben je ooit bij Valencia beland? Ja, dat was de eerste periode toen ik wegging natuurlijk hier. Ja. Ben ik gebeld door Henk Timmer en Andries Ulderink. AGOVV. Mm-hmm. Dus omdat ik nog jong was en ik zat er tegenaan, maar alleen invallen. Nou, toen was dat een goede keuze om een speelminuut te gaan maken in Apeldoorn. Alleen, wat gebeurt er in de winter? Faillissement. Mm-hmm. En toen gelukkig terechtkomen nog in de winter bij Erik ten Hag. Bij de Eagles dus. Mm. Om maar toch nog een kans te pakken. En daar wat minuten nog kunnen maken en toevallig gepromoveerd. En toen was het dus de stap ineens. Ik heb ooit al via Barry Paul ben ik terechtgekomen in die tijd al, zelfs 2 jaar daarvoor al, om eens thuis te lopen in Spanje. Want hij had wel het gevoel, misschien is dat wel. Hij heeft daar zelf gespeeld natuurlijk. En Barry heeft daar zijn contacten. En via een zaakwaarnemer daar kwam ik dus toen al in Spanje. En 2 jaar later hebben we het nog eens geprobeerd en toen. Toen was het of naar Engeland of toen kwam Valencia voor een proef van 2 weken. Dus toen heb ik daarvoor gekozen. En dat was natuurlijk wel... Dan moet je in 2 weken in 45 graden. Vanuit de regen in Engeland werd ik gebeld. Zullen we dat niet doen? Ja, toen ben ik toch naar de zon gegaan. En heb ik 2 weken, zoals het heet, mijn kloven eraf gewerkt. En laat zien wat je kan. En toen waren ze wel overtuigd en... kun je een jaar tekenen. Dus dat is natuurlijk wel fantastisch. Alleen op het moment dat je terugvliegt, krijg je nog wel een appie van de zaakwaarnemer dat de speler waarvoor ik daar kwam, dat hij toch niet naar Murcia ging. En dat was de aanvoerder. Porto heet hij. Die speelt nu nog bij Real Sociedad, volgens mij. Heel vaak in de basis gespeeld de afgelopen jaren. Dus dat was wel een aardig... talent, maar die bleef dus toch nog een jaar als aanvoerder op 6. Dus dat was wel weer typisch. Dus toen kwam je daar ook niet zomaar aan het spelen. Maar wel genoten van, omdat het heel dichtbij is. Via Ryanair, vloog je er 2 uurtjes heen vanaf Düsseldorf wezen. En, dan, en de ene vriend naar de andere en familie kwamen langs. Dus dat heb ik hartstikke mooie herinneringen aan. Ja. Dus, Maar is dat dan typisch de carrière van Leon Kaak, zoals je het nou beschrijft? Ja, misschien wel. Ik geloof sowieso in waar je staat. Dat is over het algemeen wat je verdient. En natuurlijk zijn er wel eens momenten van, had ik daar iets meer geluk gehad, dan stond je er misschien beter op. Maar. Ja, want daar hebben we het met Hidde ook over gehad. Hè? Dat is ook een beetje soms een PSV-verhaal. En die zat er ook zo'n beetje in. Hè? Van, Ja. Maar je hebt nog wel gespeeld bij Valencia in de tweede Segunda. Wel een wedstrijd of 14, denk ik. Dus daar zit invallen en bazen bij. Maar daar kon het zo zijn. Daar werkten ze met 16 man. En dan moest je op de dag voor de wedstrijd kijken. Is ik erbij of niet? En dan kon je de ene week kon je spelen. En de andere week zat je niet bij, bijvoorbeeld. Omdat die selectie was... Dat werkte daar zo. Alleen, dan kon je nog wel... Iedere week had ik altijd een moment met het eerste. Dus de wissels van 1, dat trainde ik dan ook mee. Mm-hmm. Dat waren wel aardige namen, dus daar weet je ook nooit slechter van.
Allee, en de allerlaatste speeldag zat ik nog bij het eerste op de bank. Hebben ze mijn weekend, mochten toch nog zo'n weekend beleven. Terwijl je thuis in Mestalla speelt, ben je echt al zaterdag en zondag in het hotel in de stad. Dus ja. Was net die Peter Liem daar, die het overnam, die geldschieter. En toen stonden ineens 10.000 man voor het hotel te schreeuwen naar Peter Liem. En dat, toen kon ik niet slapen overdag, terwijl je moest verplicht slapen. Dus ik kijk naar buiten en ik zie die gasten staan. En de volgende dag wel wedstrijd natuurlijk. Dus je moet wel die arbeidsrustverhouding zitten ze daar helemaal op. En ja, dat waren wel mooie dingen. Als je dat zo en wie speelde dat toen het eerste bij Valencia in die tijd? Dat was, Helder Posica ging net weg. En toen kwam, dat was in de tijd van Mathieu. Die is later nog, Jeremy Mathieu, Fransman stond centraal. Philip Senderos, Keita. Ja, dat soort. Dani Parejo. Die kwam toen een beetje, zat ook veel op de bank nog. Ja, wel, José Gaya was een maatje van me daar. Die speelt dan natuurlijk al heel lang nu. En die was toen een maatje van mijn tweede. Dus ja, er zijn best wel veel gasten die dan natuurlijk nog wel in het voetbal wereldje rondlopen. Ja. Zie je ineens weer ergens op Zico, zie je weer een voetbalt hij daar. Ja. Maar die geldschieters zitten nu niet meer, toch? Hey, is die weer weg? Ja, ik weet niet, want ik heb last van de week een stuk over Valencia, dat ze weer verloren hadden, geloof ik, van het weekend. Ja. Ja. Ze hebben een nieuwe trainer nou, onder de streep. Ja. En dat, of een geelschieter of iemand, die had dus de club in een aantal jaar helemaal de klote geholpen. Ja. Van een topclub, van de Liga, naar helemaal niks meer. Ze hebben nou die Rubens Baraja gehaald als trainer, volgens mij. Ik woonde vlakbij het nieuwe stadion, maar dat nieuwe stadion is nog steeds niet helemaal klaar, hè? Nee. Oh. Daar woonde ik, denk ik, op 2 kilometer vandaan, maar dat was... Dat stond daar dus al gigantisch, maar het is nooit afgemaakt. Omdat er financiële problemen. Ja. Onbestelbaar. Zo'n grote club. Een grote club. Inderdaad. Heb je voor de Champions League alles gespeeld, toch? Ja, ik heb als verhaal gelezen dat Valencia een beetje het Feyenoord van Spanje is. Weet je, havenstad, ook een beetje het rauwe randje. Ja. Ook, soms gaat het heel goed, maar vaker iets minder. Dat is volgens mij dat is zo'n journalist of zo, die doet die dakloze krant in Rotterdam groot gemaakt. Die gast die heeft ook een seizoenkaart van Valencia. Hij is een Feyenoorder, maar ook een seizoenkaart van Valencia. Die had toen een heel stuk over geschreven in het Algemeen Dagblad. Dat was wel een mooi verhaal. Verhaal, hè? Ja. Het stadion ook natuurlijk hartstikke stijl. Ja, en, wat een ervaring in Lyon, hè? En nou sta je hier. Dat is ook mooi natuurlijk, hè? Volgens mij is het geen mooie stadion. Veel mooier. Maar goed. Dat is een goed antwoord, hoor. Maar goed. Het is wel... je zit een beetje met die blessure te klooien natuurlijk, hè? Want jongens, we hadden het straks ook over, hè? Met Lyon op middenveld. Dat het toch wat meer uitgebalanceerd is dan, hè? Ja, zeker. Is dat, heeft het ook te maken met jouw speelstijl, Lyon? Of heeft het te maken met de opdrachten die je krijgt? Ja, je moet denk ik altijd kijken naar welke speler past het best. Bijvoorbeeld, je hebt 3 plekken op middenveld. Dan ga je kijken wat is daar de juiste balans in, denk ik. En zo doe je dat ook met centrale en met sommige teams hebben 4 plekken op middenveld. Ja, dat kan ook. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, nee, dat kan ook. Maar als je daar een beetje een weg in zoekt, dan ben ik een type die meer bezig is van... met natuurlijk wel het spel te maken, maar ook als wij dus verder helft tegenstander komen, dan ben ik automatisch gewend om goed in de gaten te houden. Wat is als we verliezen? De restverdediging. Ik weet het ook, dat is heel sterk. Waar kunnen we jou mee vergelijken dan? In een soort Jan Woudersrol, in een soort van... Vroeger toen Erik ten Hag vergeleek me als met Wout Brama. Die wilde me toen in de jeugd gaan halen bij Twente. Dus toen was het onder 17, B1 hier de Graafschap. Kan hij wel een paar keer per dag vaak kijken. Dan denk ik, dus toen wilde hij me naar Twente halen. Toen dacht hij, jij kan wel zo'n Wout Bramaatje worden van ons. Maar ik wilde niet meer zo weg. Dus Han Berger zat destijds nog en die zei, jij gaat niet weg. Dus toen zijn we logisch ook wel gebleven. Want voor je gevoel is de weg hier natuurlijk veel korter naar het eerste dan bij Twente. Want toen was Twente echt top van Nederland in de jeugd destijds. Ja. Dus dat was ook nog. Was dat dan nog voor de fusie met Heracles dan? Denk zo'n beetje net. Rond die tijd. Ja, denk het. Ja. Samen, ik weet niet precies wanneer dat was, maar. Ik denk wel dat ze toen al samen waren. Ja. We zijn trouwens 19:54 aan de gang. Mooi is dat, hè? 19:54. Maar goed, dat even tezijde. Nee, maar. Is dat. Heb je het daar ook met de beroemde voetballer Gerard Kaken over gehad? Over jouw
ontwikkelingen in jouw carrière? Ja, ja, natuurlijk heb je... Ja, pa is er natuurlijk vaak bij alles wel bij geweest. Mm. Hoewel hij soms ook wel druk was op de zaterdag met zijn caravanhandel. Maar goed, hij was er vaak altijd bij. En dan natuurlijk, dan was het best wel op een mooie manier na een wedstrijd of een minder mooie manier. Dan was het af en toe ook gewoon kritisch en zeggen, wat was je allemaal aan het doen, joh? Dus en als kind is het denk ik wel grappig. Als je dan nu ook weer een kleintje... Ik heb natuurlijk ook al een kleine rondloop van 3. Ja. Dan ga je wel denken, wat is nou fijn om wel met je zoon te bespreken en wat niet? Waar gaat hij zich lekker door voelen? En dat kon hij wel heel goed. Gevoelsmatig een beetje. Dat ontstaat ook op een gegeven moment natuurlijk. Ik als leek, zeg maar. Je had over de beroemde Gerard Kaak, heet over. Maar het is je vader. Maar wat voor niveau heeft hij gespeeld? En waar heeft hij gespeeld? Ja, Guus Hiddink heeft hem hier teruggehaald vanuit Twente naar de Graafschap. Ja. Alleen toen hij hier terugkwam, dat had ook wel een reden. Want zijn broer had een ongeluk gehad. Die was overleden destijds. En die had de boerderij in Hengelo met zijn ouders. Mm-hmm. Dus ja, toen kreeg hij de vraag van zijn pa. Kun je niet de boerderij overnemen? Zoals je dat al zo mooi zegt. En toen moest hij de keuze maken van of toch nog doorgaan als voetballer. Nee, toen koos hij wel voor de familie en toen kon hij dat beter combineren hier in Doetinchem. Alleen was het wel een minder jaar volgens mij, ergens in 81 of 82. Was een matig jaar. We hebben nog veel minder jaren gehad. Dus dat is wel wat gewend. Ja, het is niet een Graafschap, het is nooit saai, dat weten we. Nee. Hoe oud was jij toen je naar de Graafschap ging vanuit Pax? 10. 10 al? Jeemig. 10 begon ik bij de Graafschap, Ik was ook 10 toen ik begon. Nee. Maar het is ook nooit weg geworden. Het is nooit weg geworden. Ja. Ik heb nog wel steeds sport als dat weet je. Hè. Ja, laat het niet over hebben. Nee, dat hebben we ook niet. Maar goed, komt toch iedere keer ook even naar voren. Hè. Want Henry heeft wel de sporters bij zich, die kan de hele rechterkant en de hele linkerkant. Sinds dat Alexander Buten, die zegt die hoop op. Ja, en Schouten loopt me net hard af voor die rechterkant. Ja, maar Alexander is wel 24 jaar jonger dan ik ben. Dus ja, weet je. Detail, Hans, detail. Goed, het telt wel mee natuurlijk. Ja. Nee, want kritiek, Leon. Kun je nou spreken van onrust binnen de club of rondom de club? Hoe is de hele... Ja, onrust is denk ik altijd wel hier. Dus aan de ene kant is het mooie onrust, aan de andere kant is het wat minder onrust. Nou, nu zit je wel in een mindere fase natuurlijk. Je hebt de negatieve onrust en je hebt Omdat zoveel mensen de club mooi vinden en van de club houden, mogen ze ook heel veel zeggen. En dat is ook hartstikke goed. Zo werkt. Jij wil ook wel aan tafel zitten. Ja, je zit er een paar. Die steken daar ook niet onder stoel op. Nee, maar dat is ook alleen maar goed. Want dat is ook wat hier natuurlijk altijd het belangrijkste is. Het is wel altijd wij. Het is niet... wij zijn nu passanten, maar de supporters die zijn altijd... Jij zegt passanten, hè? Daar hebben we het met Hidde ook over gehad, volgens mij. We hebben het over sterkdragers, over cultuurdragers of sterkhouders, cultuurdragers. Hoe kunnen we jou dan bestemmen? Ik bedoel, je bent wel weg geweest eventjes natuurlijk. Ja. Maar toch op het oude nest terugkomen. Hidde precies hetzelfde. Ja, natuurlijk wel altijd ook wel gebleven als trainer, hè? In de jeugd. Dus dat combineerde ik ook met de Brabant. Ja. Dus dat... tuurlijk. Dat doe je niet voor niks. Ja, je hebt wel gewoon oprecht... ben je heel benieuwd. Het is hartstikke leuk om jongens te volgen vanuit bijvoorbeeld Filip en Camille. Hij voelt hetzelfde als sta je daar sta je natuurlijk wel eens mee op middenveld hier, nu. Maar die heb ik als trainer bij de onder 14 gehad. Dat is grappig eigenlijk. Ja. Bijzondere ervaring. Dat is natuurlijk, dat is af en toe best wel stiekem kippenvel. Dus luister nog wel eens naar. Het veld ook. Ik zie Leon dan zo lopen. Wat heb ik hem toch gezegd dan vroeger, joh? Dat ik een paar jaar terug. Ja, doe het eens anders. En een half woord genoeg. Zo heb ik dat niet geleerd. Nee, maar precies. Dat is klaar zelf waarom Bretijn beter wordt als hij erachter staat, zeg maar. Misschien is dat een beetje flauw. Maar kijk, wat ik vond toen Leon zeg maar, op een gegeven moment op middenveld erbij kwam, dat Bretijn daardoor beter werd. Ja, dat klopt. Ja, zeker. En die kwam een stukje verder naar voren spelen. Die maakte volgens mij 1 of 2 goals. Mm-hmm. In Maastricht volgens mij, in Utrecht volgens mij. Dus weet je, je zei al van, dat heeft ook deels met jouw blessure te maken. Maar voetbal werd iets beter in mijn ogen. Ja, en de laatste 2 wedstrijden was natuurlijk wel ruk. Moet ik een lange kat over lullen, maar dat was niet best. Hoe? Slecht. Okay. Ik luister ook kinderen mee misschien. Denk je dat echt? Ja. Het is Valentijnsdag, je ligt allemaal in bed. Papa en mama zijn druk. Die luisteren allemaal terug. Ja, dat doet hij goed. Dat loopt zich goed uit. Ja, af en toe is dat ook versteld, weet ik. Want
Richard Roelof staat nu voor de groep. Hoe is het wegvallen van Adi Polva bij jullie binnengekomen? Ja, dat kwam flink binnen. Dat is wel natuurlijk wel heel raar in een groep als je ineens denkt, ja, wat is er nou met de trainer? Ja, ze konden daar eerst nog niet heel open over zijn, want je weet niet wat er aan de hand is. Wel vaker onderzocht, denk ik, een paar onderzoeken gedaan, maar er kwam in eerste instantie volgens mij niks uit. En later blijkt dat het toch helemaal niet goed is. Ja, dat is wel... Natuurlijk komt dat binnen bij een groep. En alleen, je moet wel door. Want het gaat allemaal al sowieso niet vanzelf. Ja. Dus we moeten toch een manier gaan vinden. Dat zal Adrie ook vanuit het ziekenhuisbed willen. Ja. Dat wij wel, ook voor hem natuurlijk wel... toch een manier gaan vinden om een keer te krijgen. Maar heeft een dusdanige invloed dat het... dat je daar ook in het veld mee bezig bent, of tenminste voor je het veld oploopt en denk van, maar jullie zijn natuurlijk Adi Poldervaart gewend, hè, een half jaar lang, langer. Het doet dat wat met je mind, met je, hoe moet ik het zeggen, met de hele instelling? Nou, er is natuurlijk nu niks veranderd, omdat de staf die er nu is, die vangt dat de toekomst. Die vangt het op en we hebben denk ik voldoende daarin. Kennis en kracht en ervaring met Richard nu ook erbij. Dus dat is wel waardoor het best wel zo door kan gaan. Dan zullen misschien hele kleine details zullen er misschien wel gaan veranderen de komende tijd, dat weet je niet. Maar over het algemeen is dat gewoon, gebeurt dat niet. Want we moeten. Ja. Alleen er zullen wel wat dingen moeten gaan veranderen. Dat is duidelijk nu. Want het is natuurlijk wel een moment. Je moet iets gaan vinden samen, waardoor je ook ook al is het een laatste periode, het is iets. Er is nu een bekerwedstrijd op komst waar je met z'n allen toch weer een positief gevoel uit kan halen. Hoe je het ook went of keert. Ja, je moet iets. We kunnen niet meer z'n allen zeggen van het seizoen is klaar. Dat komt ook wel eens bij ons op. Hè? Van, hoe ga je daar nu mee om? Hè? Ja. Ik bedoel, 7 punten aan die play-off plek. Je hebt natuurlijk de kwartfinale tegen Ajax nog, daar wil je ook voor alles uithalen natuurlijk. Maar kom je misschien op een punt dat je zegt, we moeten nu gewoon toch alvast gaan bouwen voor volgend seizoen, hè? Ik noem maar even wat. Nog meer jeugd in bouwen? We willen met die jeugd, willen we gewoon die toekomst in, want ze hebben allemaal een doorlopend contract volgens mij nu. Heb jij daar een idee over? Hoe werkt dat hier tussen de oren bij jullie? Nou ja, ik denk wel dat je jeugd kun altijd... toepassen en tussen wat ervaring inzetten, dat werkt fantastisch. Alleen je moet goed genoeg zijn als je. En dat is nu gelukkig wel aan de hand. Dat we heel veel talent hebben. Alleen die stap om in deze toch wel vrij moeilijke plek om nog de playoffs te halen, is het alleen maar lastiger voor een jongen om nu te zeggen, nou ga ik eens even mijn eerste potje spelen. In die Vijverberg. Na 2-3 ballen. Slecht in de opbouw. Ja, het publiek zit heel logisch even een keer te fluiten. Dat doet mij al wat. Alleen nog niet, omdat je die ervaring hebt, kun je daar wel doorheen. En ga je wel weer die bal vragen en ga je weer door. Maar als speler ga je dan toch denken, laat maar even zitten als jonge speler. Ja, dat snap ik. Dus dat speelt ook wel een rol inderdaad. Wat je zegt, misschien is voor zulke spelers en zulke talenten naar volgend jaar kijken nu... logischer dan als jij nu nog nieuwe jongens weer... Ja, gooi ze het maar op. Tuurlijk, als ze goed genoeg zijn en ze verdienen het klaar, dan moeten ze... Maar daar moet dus wel een goede balans in zijn, denk ik. Wil je überhaupt nog nu kans maken om erbij te komen. Ja. Hoe denk jij over de jeugd die nu ingepast is en die notabene onder jou de eerste stap misschien wel hebben gemaakt in de Graafschap? Dat kan natuurlijk, hè? Nou ja, ik vind het alleen maar mooi om te zien dat we daarin nu wel die stappen maken dat... De Bezenhorst en het stadion is heel veel met elkaar bezig. En heel veel, die drempel is wel eens hoger geweest natuurlijk. En dus dan, als er iemand ineens kijkt naar een Sam Bisseling, die was in eerste instantie helemaal nog niet in beeld. Maar dat gaat, die doet een keer een training mee, een wedstrijd. En Adrie zegt, maar Sam, kom eens even hier. Dat is natuurlijk wel hartstikke goed om te zien. Dat best wel snel gaan. Wat goed is, kan gewoon... Want we zien nu een aantal jongens hebben we al dit seizoen een paar keer gezien. Van de Heide, Lucassen. Ja. Komt er nog meer aan dat jij zegt van er zitten daaronder nog een jongens van 15, 16 die... Ja, absoluut. Ik ben zelf nu met Kevin Brok de onder 17. Dus
assisteer Kevin. En ja, daar zitten wel een paar kanjes ook in waar je zegt van nou, dat zou zomaar kunnen. En natuurlijk is het, die laatste stappen zijn het moeilijkst. Dus je kan nu nog zo geselecteerd zijn voor onder 17, Otniel bij ons. Nou, doet het echt goed. Heeft ook geweldige voorwaarden. Maar dat is nog niet het seniorenvoetbal. Dus dat laatste en stapje... Niet het seniorenvoetbal zoals het hier... Hè, het is niet in de marge natuurlijk, maar... Op dit moment wel. Ja, nou goed. Ja. Maar, ja. Het is wel vechten natuurlijk. Ja, maar wat Leon zegt, ik denk dat... Het is een beetje een open deur, maar weet je, als het team niet goed draait en je bent 18 of 19, dan ga je er maar eens tussen staan, weet je. En als jij 30 of 20 punten meer hebt en het draait, ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker om een keer een half uur mee te doen. Er zijn nog genoeg punten te halen. Hè. Ik bedoel, dat is praten over met volgend seizoen bezig zijn, dat vind ik een beetje... Maar goed... Dat is ook op twee gedachten. Nog 15 wedstrijden, denk ik niet. We hebben die rare WK er tussendoor aan, joh. Kijk, toen zeker aan elkaar verloren, wat zonde is. En die 7 punten staan we achter, dat is de realiteit. Want ik kan zo ook, ballen 14 nog, 14 wedstrijden. Maar, dat is 42 punten. Nou, dat is nog wel behoorlijk, hè? Ja. We zullen ze niet allemaal halen, maar... Maar die WK, dat leeft ook in de groep. Het is niet dat het seizoen klaar is voor ons. Daar is nog wat te lang voor. Dat wordt veel te lang voor, ja, precies. Alleen, ik snap wel dat sommige supporters dat denken van... Ja, wat doen we het nog voor? Ja, dat is absoluut niet bij ons aan de hand. Alleen, wat ik zeg, je moet wel die serie gaan maken. Want anders kom je er niet meer bij. Nee. En zo realistisch moet je ook zijn. Er zijn wat spelers weggegaan, hè? Ja. Eentje komt er terug op de Vijfberg zondagmiddag. Ja, inderdaad. Tedje. Ja. Maar daar wordt ook afscheid van genomen dan, van Ted? Wie dan? Klaassen? Jesse, toch? Oh ja, Jesse ook natuurlijk. Ja, die is dit seizoen vertrokken, ja. Wordt ook afscheid genomen. Robert Klaassen voelt ook nog volgens mij daar, niet? Nee, volgens mij niet. Oh, die is aan VV gaan, ja. Hey, die WK, hè, die komt er zo tussendoor fietsen. Volgens mij hadden wij daarvoor best een redelijke serie. Volgens mij. Ja, nee, klopt. Dat klopt. Ja, vlak voor het WK. Vlak voor het WK, een goede serie. Was dat balen dat het WK er tussendoor kwam? Ik bedoel, ja, wie dat heeft verzonnen, het is wel raar. Ja, dat zei de trainer ook van. Je moet eigenlijk twee keer met die voorbereiding beginnen. Hè. Ja. Drie keer. Drie keer. Ja, daar wil ik het ook niet te lang over hebben. Daar heb je toch geen invloed op. Nee, dat klopt. Want zeker niet hoe wij nu op staan, dan moet je het daar ook helemaal niet over hebben. Want dan klinkt het al gauw als een excuus, dat gaat nergens over. Nee, maar alleen, excuses, zijn er excuses, Leon? Nee, gelukkig niet. Maar dan klinkt het misschien wel zo van, alleen je hebt liever inderdaad een goede week, anderhalf echt vrij. En dan kun je weer op gaan trainen. Want die twee wedstrijden, Willem II en Eindhoven, had ook later gekund, denk ik. Ja. En dan, dan heb je wel een normale... Ja, maar het dat was in de divisie eigenlijk. Dat was het meest logische geweest natuurlijk. Maar dat klopt. Dat is dan helemaal niet zo. Je had het straks over kritiek, hè. Over die jonge jongens. Want, laten we eerlijk zijn, we kunnen ook niet de club aan die jonge jongens volledig ophangen. Dat kan gewoon niet. Nee. Wat doet dat met jou als je mensen hoort fluiten of met witte zaloekjes ziet zwaaien of weet ik wat? Ja, dat doet je altijd wat. Omdat, je bent een clubman. Dus ik denk als je bij een club voetbalt waar je misschien net een jaartje zit en ze doen dat, denk je, ach, wat moeten die gasten? Ben jij dus niet echt een passant? Nee. Wanneer maar ze zeker niet. Nee, dat je straks zijn. Nee, maar goed. Nee, maar qua generaties loop je natuurlijk supporters die er al, klopt. al 40 jaar zijn. En Hans. En dan als speler heb je... Hans komt ook al 40 jaar hier. Hoe lang loop je hier al? Ik heb 32 jaar bij de jeugd gezeten. 32 jaar bij de jeugd. Henk Melvin aan het gesprek, jongens. Ja. En vanaf 1976 ben ik in Doetinchem komen wonen. Oké. Ja. En vanaf die tijd ben ik gelijk lid geworden van toen in die tijd van de supportervereniging. Ja, kijk. Hij heet al. Mooi, hè? Toen kwam ik keer met mijn lichaam. Ja. Ik heb toch nog meegemaakt in de jeugd allemaal. Ja. Nou, ik heb nog een scoutingsapparaat. Wat een rode jou we hebben nu. Volgens mij is er ook reuring op dat gebied, hè? Scouting. Ja, absoluut. Ja. Nou, goed, de heel Peter vorige keer over bevraagd. Maar goed, er waren ook wat dingen die nog niet waren er niet over gesproken worden. Dus dat is ook prima. Nee, maar inderdaad, weet je, ik las toevallig een verhaal vandaag Valentijnsdag. Die mensen hebben hier elkaar ook leren kennen, of niet? Truus en. Bram.
Nee, ik weet het niet precies. Weet je, er zijn nog mensen die lopen hier al 70 jaar. Nee, Truus en Bram. Zal mijn vader al. We staan 70 jaar. Hoe is met Truus en Bram dan? Ja. Dus ja, te laat je winst. Ja. Er zijn ook gewoon mensen die hier 70 jaar rondlopen. Precies. Ja, nee, daarom. Dus, ja goed. Weet je, we hadden... we vonden het een heel fris begin van het seizoen eigenlijk. Hè. Ook met en niet met Adrie bedoel je? Van Peter Hofstede, die overigens bij heeft getekend. Hè, bij Telstra, ja. Ik weet niet of hij af Marcus Nguyen ook zal wel voor zal wel. Contact voor onbepaalde tijd hebben. Die gaat er nooit meer weg. Ja, maar heel fris. En toch zie je het op een gegeven moment niet van de grond komen, Lyon. Mm-hmm. Ik bedoel, jij bent geblesseerd geweest. Hè? Heb je nog met een kijk je daar anders naar dan dat je op de bank zit of direct betrokken bent? Of? Nee, kijk, je kijkt daar. Ja, dat is wel doodzonde als je ziet. Want je. Ja, je kent Peter ook nu een beetje. Die gaat er met echt een positieve... Ja, ja. Probeert dat... Ja, hij is best wel zeldzaam voor de voetbalwereld, vind ik. Hoe positief hij zorgt dat de werksfeer is. Dat, ja, en dat, dan merk je dat hij op een gegeven moment... Dat nou, niet helemaal zichzelf kan zijn, merk je. Want ik ken hem natuurlijk al lang. Ja, ja. Maar dan zie je aan hem van... Shit, het gaat niet de goede kant op. En ja, als je dat iemand dan niet gunt, want hij... Ja, voor hem is dit natuurlijk ook een fantastische kans en een geweldige job. Ja, dan is dat wel pijnlijk om te zien dat waarom dat dan net nu, terwijl je hebt volgens mij een hele aardige selectie staan. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje het rare. Van als je kijkt wat er staat aan namen en aan ervaring. Want normaal zeg je in de eerste divisie, dan heb je een ervaren as nodig met wat talent eromheen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat de visie die Bijveld daarop had, en ik denk in de verlengde daarvan ook Adrie, nou, dat die best wel klopt. En zoals het ook Bakker is verteld, van jongens, de buitenbeentjes en de cultuurdragers. Ja, de verhaal klopt er wel. En dan zie je op een gegeven moment dat het toch net niet helemaal van de grond komt. Ja, balen. Word je nou wel eens aangesproken in Doetinchem zelf, Lyon, over de Graafschap? Ja, ik moet zeggen dat het echt meevalt qua negativiteit. Het valt me sowieso altijd... Ja, we hebben natuurlijk supporters die zijn eigenlijk echt altijd positief. Als je ook bijvoorbeeld Schenk, die komt hier dan spelen. En hij speelt dan niet veel, maar dan hoor ik hem zeggen van... Ja, bizar hoe zij nog zijn, terwijl het niet lekker gaat. Ja, want het gaat bij andere clubs wel heel anders. En dus dat moeten we ook omarmen. Want als het dan dadelijk weer goed is, ja dan... Dan zie je weer wat het echt gaat leven hier op die tribunes. Het is een heel dun. Ja, daar heb ik het ook met veel spelers over. Van. Ja, Edrik Wendt dan staat hij weer op de bank. Gewoon aan het begin gewoon een reeks gehad. Dat was natuurlijk absoluut niet goed, waardoor je achter bent geraakt. En dan wordt het, wat ik zeg, als je 4, 5, soms wel 6 hele jonge spelers in de basis hebt. Ja. Gaan die wel voelen van, ja, maar het is al hier jaren, worden ze niet verwend. Wij moeten het nu wel gaan doen. Ja, die druk. Dat gaat hem ook wat opleveren uiteindelijk. Maar voor nu, voor korte termijn, kan dat soms. Kom je dan misschien af en toe net te kort voor een resultaat. Dat zit hem in details, wat je zegt. Dat is heel moeilijk te verklaren waarom nou wat het precies is. Dat kun je gewoon niet zeggen. Maar maar bij de Graafschap dan, of bij de supporters, zeg maar. En misschien de club zelf ook, die... Je verwacht natuurlijk wel dat je bovenin mee gaat draaien, wat dan niet gebeurt. Ik weet niet hoe het bij Top was, bij Top Os was. Kijk, die staat nu volgens mij ook weer in de laatste. Ja. Maar die supporters daar, zijn die dan ook zo... Ja. Dat ze zeggen, oké, het is niet anders, het is zo. Nee, zijn die ook wel kritisch? Ja, maar Peter Bijbel zei, hij zegt, het is, ik heb het in Os lastiger gehad met die supporters, zegt hij dan hier. Ja, het is toch een type, ik weet het niet. wij stonden volgens mij zesde. Met Top stonden we zesde. En... wij staan volgens mij 3-8 thuis tegen Twente. En het wordt gewoon rumoerig naar de tijd. Ja, dat ik denk, er staan gewoon mensen hier vlakbij ons in de kleedkamer. En ik denk, dus dat kan ook. Je hebt daar ook wel een groep die dus altijd wel uit en thuis mee is. Maar ook dat je denkt, maar verwachten ze dan dat we kampioen worden? Maar we staan zesde. Ja, precies. Dus dat, bijzonder is dat. Dat is wel bijzonder. Wel een hele trouwe, kleine groep van 200 misschien. Ja. 150, maar die verwachten dan ineens ook. Dus dat kun je niet eens vergelijken eigenlijk. Nee. Hoe voel je het zelf daar in Os? Ja, ik heb daar heel... hele fijne tijd gehad. Je reed daar eens op en neer dan vanaf je zei straks ik had huis gekocht. Ja. Dus je bent op en neer gaan rijden. Echt op en neer gaan rijden, omdat ik dan vaak... Is nog net te doen, Os, denk ik. Terwijl het voordeel daar is bij de club,
tenminste onder Peter was het zo, we halen spelers en die weten dan wel van, hey, tot twee uur, half twee op de club. En dan kun je ook echt weg. Ja, dus dan kon ik wel een planning maken van, hey, dan kan ik die middag kan ik bij de gasten een training geven. En dat verschil is hier natuurlijk dat je weer, je voelt je weer wel meer prof. Het is wel echt, natuurlijk, je bent hier ook gewoon om smiddags te zijn. Pak je nog even kracht, pak je nog wat, een saunaatje. Ja. Er zit iets kort erop. En dat doet Chris wel heel goed. We hebben Chris Voller hier als performance coach. Ja, dat soort verschillen merk je wel natuurlijk in een club. Maar ik heb het daar wel ontzettend naar mijn zin gehad qua... De groep klopt er gewoon altijd wel, vaak wel. Hoeveel achterhoeken staat er op een gegeven moment? Want volgens mij jullie volle auto of niet? Vijf of zes of zo, of niet? Ja, dat soort ritjes helpen dan ook wel, moet ik zeggen. Dat je niet alleen, alleen in de auto zit heen en weer. Nee, over het algemeen heb ik daar wel absoluut veel plezier. En dat doe je automatisch als je iedere wedstrijd speelt. En wat merk je dan op de trainingen dan, zeg maar, het verschil tussen daar en hier? Is hier... Allemaal veel is de intensiteit horen. Hoe wordt daar getraind? Hoe wordt hier getraind? Wat is intensiteit was daar ook wel aardig hoog, moet ik zeggen. Klaas was ook wel een trainer die het uiterste daarin vroeg. Want hij dacht ook van we hebben niet de beste selectie, maar we moeten wel topfit zijn. Dat was wel een manier. Ja. Want ik weet nog goed toen ik vanuit hier dan wat vanuit Henk de Jong wat minder speelde na de winter, kwam ik daar. En toen merkte ik wel even. En van de bak moest bij Klaas, want ik denk, deze zomer hoef ik niet te veel te doen. Ik heb nog wel een beetje ritme. Nee, dat was wel... dat kon je gewoon wel vergelijken Klaas, hier. Hoe Adrie hier startte, was het ook... Volle bak. Ja, de eerste training kan ik me herinneren, echt volle moed, positief, daar waren we bij. Iedereen. Mm-hmm. Dat was de intensiteit ook gigantisch. Ja, en dan moet je dus wel een bepaalde basis al hebben, wil je daarin meegaan. En dan merk je nu dat je wel wat ouder begint te raken, dus dan moet je goed op je... Je lijf letten, ja. Hoe oud ben je nu? Ik vraag dat nooit eigenlijk. 31. Ja. Kan nog. Ja. Pep is 39, zaak van de week. En... Als eerste bod als een... Wie had er toch nog meer bijgetekend? Die was er nu ook 39. Dat was niet Pep, dat was nog iemand anders. Maar ja, weet je, dan ben je 8 jaar verder, man. Wie dan leeft, wie dan zorgt, toch? In Japan is er eentje van 55, hè? Dat vind ik een beetje overdreven. Serieus. Ook de hele linkerkant. Oh, er zijn nog kansen voor mij, dus. Ja, absoluut. Oh, oké. 55, ja. Gewoon profvoetballen nog. Ja. Heb ik Concordia 5 wel. Ik had een paar keer ingevallen. Is dat profvoetballen, Wilco? Concordia 5. Maakt niet uit, maar... Bijna, net niet. Even over die away day afgelopen vrijdag. Dat was gezellig, hè? Tenminste... Ja. Dat is een fijne away day. Ja. Ja. Duurde een paar dagen. Ik heb ook in Didam even aangegaan nog. Hè. Café Uniek. Dat is ook wel heel bijzonder. Uniek, ja. Ik weet niet, Leon, of je dat hebt meegekregen. Maar we zijn hier om 3:30 vertrokken. 3:30. Om 3:00 is de bus in Gendringen weggegaan met Roel Salemink en Co. En 3:30 zijn wij hier weg vertrokken. Iets later was het. En dus zo eerst naar Didam gereden. Naar Café Uniek. Ja. Tussenstop. Was echt uniek. Ja, wat daar allemaal al gebeurde. Hij is ook meegekregen. Hebben ze niet? Met vuurwerk, met fakkels en denk van jee. Alsof de kampioenswedstrijd was. Het is ook wel typisch eigenlijk, hè? Dat sfeertje wat er is. Bingo. Koket in het café hadden ze normaal ook nooit voor. Bingo in de bus. Heerlijk, echt heerlijk. Dus ik, een goede bingo master. Ik hoop, je moet gewoon een keer meegaan met de bierbus. Met de bierbus een keer. Met alle gasten allemaal. Het is beter dat hij daar niet speelt, of na de wedstrijd. Misschien gaat het helpen. Zondag Roda, hè, met Ted. Heb je nog contact met Ted? Ja. Heeft hij naar de zin nog eens? Nou ja, hij heeft natuurlijk een hersenschudding gehad. Ja. Licht, hè. En ik sprak hem zaterdag, maar hij is daar nog niet helemaal van hersteld. Wat ik zo van hem meekreeg. Dus dat is wel. Dus hij speelt niet eens zondag? Ik denk niet dat hij gaat spelen, als ik dat zo hoorde. Dus dat is wel... Ja, dat is kloten voor. Ja, dat is wel kloten. En dan is het natuurlijk wel een aardig pokkend. Ja. Als je dan daar voor het herstel moet en je hebt hier een vrouw en de kids. Ja, dat is... Dat is iets verder dan ons. Ja, dus dat rij je niet meer zo. Nou, hebben ze volgens mij wel altijd dinsdags vrij. Dus dan kan hij nog wel één keer vaker terugkomen. Maar volgens mij hebben ze ook een hotel in een stadion, precies. Volgens mij, daar bij Roda. Volgens mij hebben ze in het... Als je een hotel boekt, dan kun je zomaar vanuit... Kun je in het hotel... De wedstrijd kijken. Ja. Ja. Nee, maar volgens mij wel een appartement. Landgraaf. Hooligan behind glasses zit dat. Ja. Wat? Hooligan behind glasses.
Is dat echt? Of zie je het plekje hier? Oh, weet ik veel. Nee, is dat serieus? Nee. Oh, weet ik dan niet, joh. Nou, zeg. Neem niet weg. Zit maar neemt het neemt natuurlijk niet weg dat het zonde is dat hij niet gewoon... Ja, natuurlijk. Ja, hè? Ja. Want tuurlijk. Daar hebben we het ook met Hidde over gehad. Hoe was dat... Hidde had daar ook wel een mening over, hè? Ja. En, hoe is dat bij jou binnengekomen? Ben ook, ben dat, ook dat geen plek nou ja, dat heb ik natuurlijk toen niet zo meegekregen. Nee, dat klopt inderdaad. Ik zat, natuurlijk niet hier. Ja. Dus voor Hidde snap ik dat helemaal. Maar ja, als van de buitenkant denk je wel van ja, dat is wel jammer. Want dan waren we weer met z'n drietjes... Weer samen en dan, ja, het is niet niks wat je dan even natuurlijk niet meer hebt lopen. Nee, nee. Ondanks dat hij misschien niet altijd zou spelen, weet je niet hoe dat loopt. Maar dan had je hem nog wel erbij gehad. Dat is wel jammer en natuurlijk verdient Ted een gigantisch afscheid. Ja, dus dat komt nog, als ik begrepen heb. Ja. Ja, nou goed, het is natuurlijk jammer dat hij met zijn hersenschudding zit, niet fit is. Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Heeft Jesse zich al in de basis gevoetbald daar? Of? Volgens mij is hij ingevallen 2 keer. Oké. Okay. Dus ja, wie weet speelt hij. Ja. Ja, Roda. Roda, ja. Ja, ook bijzonder natuurlijk dat die trainer daar gewoon... Weet Streppel je? Is dat, hè? Die vertrokken naar... Die werd 13 en ja, bij Helmond Sport. Dat is ook een verhaal, hè? Denk van, ja, lekker op fietsje, denkt Jurgen. Ja, maar zo dat is zijn dan. Ja, precies. Ja, maar dat is ooit begonnen ook bij Helmond Sport. Ja, heel lang geleden. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik verbaas me dan wel over sommige moves, hè? Die dan in de winterstop plaatsvinden. Ja. Maar we krijgen wel Roda en daarna Eindhoven uit, hè? Dus even kijken. Dat wordt wel een pittig potje. 6 puntjes ook in de voorspelling straks, denk ik toch, Martijn, of niet? Ja, absoluut. En dan Ajax thuis en dan Helmond thuis. Ja. Je hoort ook heel vaak dat vooral voetballers, zeg maar, kiezen voor clubs om dichter bij huis te zijn of dichter bij de familie. Ja, zo kan dat bij Jurgen ook gaan zijn, toch? Ja, ook daar. Edwin Linsen, die willen allemaal dichter bij de familie. Juist, en Streppel misschien ook van, hé, lekker Helmond, lekker, wat je zegt, op fietsje. Ja. Lekker dichtbij. Heb je dat ook, Wilco? Sorry? Heb je dat ook? Ja. Ik hoorde dat argument bij Studio Voetbal, voeden ze dat argument aan om Peter Bos, die schijnt ook nog wel eens in de regio te wonen, dat hij dan eventueel naar Twente kon, was ook voor Peter Bos dicht bij huis. Ja, dat soort dingen kunnen meespelen. Inderdaad. Ja, het kan. Ja. Nee, en Rogier werd ook genoemd, hè, bij Twente al. Heb je gezien? Nou, ik heb teruggekeken. Gisteravond teruggekeken. Voetbal, ja, was er ook alweer? Voetbal, voetbal. Studio voetbal. Studio voetbal, ik kijk er nooit naar. Ik kijk ook nooit naar. Ik vind dat verschrikkelijk. Leuk, wel leuk. Daar heb ik niks mee. Bij voetbal praat wel eens van mij dat Peter Bos verhaal aangehaald. Van die woont in de buurt, die kan best wel eens naar Twente gaan. En Rogier werd, zeg maar, aan tafel tegen Rogier gezegd van, is dat niks voor jou? Ja. Maar Rogier zei, zijn wel grote schoenen om te vullen. Ik denk, ja, daar kon hij wel gelijk in hebben. Ja, en de zin naar Twente, gelijk, Ja, maar... Nee, ik vind het wel, hoor. Zou ik mooi vinden. Hij doet hartstikke goed. Maar ik denk, maar dat is een gevoel, hoor. Maar ik denk, nou, je kijkt naar NEC, dat zo'n boek horen. Kijk, NEC doet hartstikke goed, hè. En Rogier doet hartstikke goed. Nou, dan moeten ze gaan praten over zo'n contractverlenging. Mm-hmm. Zag die Wilco van Schaik een beetje om de hittebrei heen draaien. Al denk, oh. En Rogier ging een klein beetje mee. Maar volgens mij zo'n boekhoorn, die wil daar volgens mij gewoon een naam hebben. Die denkt van, nou, ik leg wel 2 ton meer in. Ja. En dan heb ik, ja, maar die Ron Jans is een naam, denk ik. Ja, ondertussen wel. Ja, maar ik snap wat bedoel. Hij heeft zich wel op de kaart gezet. Ja, ik vind het knap wat hij doet. Ja, hij heeft ook wel kijk op het spelletje. Want daar moest ik nog aan denken. Hij deed goed, hoor, in de studio. Ibrahim Aflaai, die zei daar ook nog wat over. Maar ik denk ook, Rogier was ook heel slim. Maar dan was de enige die altijd de vrije ruimtes opzocht. Hè? Terwijl je dat eigenlijk nooit moest doen. En die ging altijd die hoek in om die voorzitter te geven, maar dat lukte vaak niet. Nee. Dus ik vond het wel heel frappant dat, tuurlijk, goede voetballer en altijd inzet. Maar hij zag het ook wel. Dat is ook een alleen, nummer 6. Hè? Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Er zijn spelers weggegaan, Lyon. Missen we nog bepaalde kwaliteiten? Ja, missen we nog? Ja, als je kijkt naar de ranglijst, dan weet je... Dan is het simpel om te zeggen, ja, we missen kwaliteit. Maar ja, dat gevoel heb ik eigenlijk nog steeds niet. Maar je zit natuurlijk op een gegeven moment in zo'n, in zo'n neerwaartse spiraal, dat je daar niet meer zo uitkomt. Zo, dat is gewoon met het voetbalwereldje zo. Dat wordt gewoon... Alleen, ik ben nog steeds van mening dat wij genoeg kwaliteit hebben om bij de eerste 6 tot 8 sowieso te eindigen. Alleen dat wordt... Wel moeilijker. En ik denk dat je daar nu ook... dat kun je wel van je afzetten, dat er nu nog wat bij moet. Want we gaan het met deze groep doen. Dus en dat is ook absoluut nog mogelijk als jij... Dat is wel met deze competitie. Als je op het laatst in de flow komt...
Nou ja, dan hebben dat doen we iedere keer. Ja. Ja. Weet je, dan is alles mogelijk. Dan ben ik kijk naar Willem II. Dan kom je dan niet slaag lezen zonder die vlak bij ons, hè, Willem II. Er stonden een paar puntjes boven ons. En die hebben er nog 3 of 4 achter elkaar gewonnen. En die staan vierde. Ja. Weet je, ben ik misschien meest positief op. Maar ja, je kunt maar beter met z'n allen daar wel in geloven. Ja, maar, maar we zitten hier niet om, doemscenario's te bedenken. Dan zit ik wel aan de goede tafel volgens mij. Hè? Ja, absoluut. Wij zijn ook best wel kritisch. Hè? Alleen, wij gooien ook de handschoen niet. Ja, je wilt toch altijd het beste voor die club. En daar heb jij als speler, maar hebben wij als supporters ook. En natuurlijk zeggen we wel eens van... Weet je, heel eerlijk, hè? Toen het zo koud was en somber en nat en weet ik het, dan had je ook wel eens zoiets van... Dat het min of meer, klinkt niet aardig, een morele verplichting is. Hè? Omdat je eigenlijk al vanaf je 10e een blauw-wit hart hebt, 47 jaar nou, dat je zegt, ik moet daar toch gewoon naartoe. Ja, dat kan toch een smoes of een excuus zijn dat slecht weer is dan niet naar de vijf gaat. Mm. Dat kan toch niet, Leon? Nee, maar ik merk ook dat we daar gelukkig heel veel van hebben in deze Achterhoek. Dus dat is wel fijn dat je zelfs in deze tijd dus op die mensen allemaal kunt rekenen. Ik lees dan nu wel weer in de krant en ik vind het altijd een klein beetje het suggestieve waar je in bepaalde media leest. Hè, van maar als het zo doorgaat, dan zit er volgend jaar naar 3,500. Wat een gelul. Weet je. Dat was toen ook met die wedstrijd tegen Willem II toen er hier zoveel lege plekken waren. Het was A, bassens koud. Ja. En B, het was rechtstreeks op open kanaal. En? Er waren borrels in de stad. En dan zie je gelijk in de krant staan, weet je wel, er loopt terug en bla bla bla. Dan en de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Jong Ajax zit er 10.000 man. Daar baal ik af en toe een beetje van. Nou, ook al wat er alweer, ben je voorgesorteerd op dat en dat. Dus in de volgende jaar zitten er nog 3,500, 4.000. Ik moet het eerst nog maar zien. Weet je, op het moment dat je dan Arco, ik ben zijn achternaam even kwijt, van de Pak Schaal podcast van Ajax en Freek Jansen hier hebt. En die zich verbazen over de sfeer in de kantine na een nederlaag. Fenomenaal. Dan denk ik van, ik bedoel, dat is allemaal Ben zijn schuld. Ja, Ben. Dat is Ben zijn schuld, de Nestor hier. Oh, Ben is terug. Wat hadden we met Ted moeten doen? Ted van de Paven, dat zeg je altijd zo mooi. Hier, in de spits. Ted in de spits. Ted in de spits. Ik zou graag willen zien, en als je denkt, je kan sleuren en deur aankijken, ook helemaal niks, dan weet ik van mee. Maar wie weet, dat is een soort Nanninga geworden. Ja, dat is wel toepasselijk als je tegen Roda moet. Iedere keer komt dat weer. Hier zit wel voetbalkennis, Leon. Jean-Paul Saïs is voor mij ook meteen spits geworden. Jean-Paul Saïs is hier als verdediger, maar die ben ik meteen spits. Dat was ook een type die Saïs zegt. Een ADHD-mannetje zegt. Ja, maar we hebben gigantische mooie voetbalideeën. Niet altijd Ja, dat is wel gek, joh. Ik woon in Dinxperlo, hè, Jean-Paul Saïs. Ja. We willen wel meedenken. Ik zat er ook regelmatig in café. Die woont in Dinxperlo, hè. Nou niet meer, maar toen hij hier speelde, woonde hij in Dinxperlo, in ieder geval tijdelijk. Ja. Zaten we er wel eens in het café, maar zat Jean-Paul ook wel eens. Wat een mooi verhaal, jongen. Ik was druk, jongen. Niet normaal. Ja. Als jij... druk te maken. Die van jou is 3, hè? Je hebt 1, hè? Ja, die andere zit nog in de buik bij de vrouw. Oh, ja. Kijk. Hebben we een primeur? Mocht dat al bekend worden? Kijk, zij wist het ook niet, hè? Nee, maar dat is mooi, maar... Stel, hè, ik weet niet waar hij gaat voetballen natuurlijk. Misschien breng je wel 3 keer in de week naar Paksel, dat weet ik natuurlijk niet. Dat kan. Als jij met hem dan op een gegeven moment... Ja, je mag pas op je 18 een biertje drinken natuurlijk. Nee, dan moet je het eerder doen met een colaatje. En je hebt het over je voetbalverleden, hè. Wat komen er dan voor dingen boven bij jou om hem te vertellen van... Ja, weet je, ik heb daar zo'n mooie tijd gehad. Ik heb dit meegemaakt. In dat onmogelijk seizoen. Ze hebben toch nog gepromoveerd. Ja, kijk. Volendam. Dat is mooi, hè? Dat zou toch lekker zijn, hè? Precies. Ja, maar mijn seizoen of mijn carrière zit er natuurlijk nog niet op. Nee, dan lang niet. Dan zijn wel vooral de mooie herinneringen die je natuurlijk gaat delen met die kleine. Maar ook dat... Het zou ook niet erg zijn als je niet in het voetbal terechtkomt, moet ik zeggen. Want het is ook niet altijd makkelijk. Nee. Maar goed, dat zie je bij Pax nou ook wel. En natuurlijk, daar kom je nou wel eens of niet? Nou, weinig meer bij Pax. Ik moet zeggen dat... Een keer met Timo en met Edward een keer aan de take-off zitten. We hebben goede oude tijden. Die zie ik nog wel eens, maar het is, ik ben natuurlijk druk zat met, tuurlijk, met het combineren van de jeugd en het eerste. En dan ook nog een beetje
lieve papa zijn. Dus dat, ja, en als je daar overheen kijkt, Leon, van oké, nou speel je nog het eerste hier. Misschien kun je een paar jaar volhouden, je bent trainer. En daarna, daar al ideeën over? Ja, dan wil ik wel gaan kijken wat er in zit qua trainen. Toch in het voetbalvak, zeg ja, maar. Ja. Dat, ja, daar ben je natuurlijk vrij jong mee begonnen. Dus. Nee, klopt. Dus je hebt al wel veel ervaring als assistent nu in de jeugd. Dus je wil uiteindelijk, je gaat pas echt leren als jij natuurlijk die verantwoording hebt. Hmm. Ja. Dus daar wil je dan eerst rustig die stappen inzetten en dan kijken. Ja, dan ga je om je heen denk ik wel aanvoelen van, hey, kan die gozer er wat van? Of anders ga ik, heb ik altijd nog, dat ik misschien wel een caravan ga verkopen bij pa. Ja, dat kan ook wel. Ja. Altijd dan nog, maar ik ga eerst wel proberen. Wat ik het allerleukst vind is toch wel met dit vak bezig. En dat is wel wat ik in mijn hoofd heb. Ja, ja, want heb jij nog een wens op voetbalgebied? Promoveren? Ja. Klaar. Daar hadden we met Hidde ook een beetje over. Hè. Als je nou terugkijkt van hoe jouw carrière is verlopen. Heb je nog zo'n stille hoop van, nou, misschien kan ik nog een keer een stapje maken? Mijn enige, denk ik, doel wat ik nog heb is een goal maken hier. Ja, een goal in die eigen Vijverberg. Dat gevoel heb ik natuurlijk nog nooit gehad. Dus dat lijkt mij wel een heel mooi en misschien wel realistisch doel als die. Ik zou zeggen, doe twee maat. Twee maat eentje in. Ze hebben toch hier. Kom je dan even in de kantine, ook al is vrij laat, maar dan kom je bij deze al, ook al schiet je de nu laatste de middelste match. De 4-1 binnen, terwijl we met 4-1 verliezen. Hij dan doe me toch voor hem, dan zing ik wel. Doe me toch man of the match. Dan man of the match in de kantine. Ja. Ja, dat zal. Ja, maar dat is toch het ultieme dan, hè? Ik bedoel, als je het hier uitspreekt en dan twee maten winnende goal maakt, dan kan heel Doetinchem op de kop staan. Ja, of niet? Ja. Toch? Ja, maar die dan wel. Als je Ajax kunt hebben, dan kun je in de halve finale kun je de volgende tegenstander ook hebben natuurlijk, hè? Als je maar thuis speelt. Ook is Feyenoord. Dat wel lastig. Ja. Ah, joh. Nee, maar we doen ook wel eens meer dagdromen, Leon. Hè. We hebben het afgelopen vrijdag in de bus ook over gehad. Oh. Van stel nou, hè. Volgens mij kunnen de 20.000 vanuit Doetinchem naar Rotterdam, voor de graafschappers. Ja. Hebben we ook heel gek scheer van, kom je aan die 20.000, hè? Hoe kom je eraan? Want hier zitten 10, 12, maar je hebt heel veel mensen natuurlijk die dan op dat moment alles willen volgen. Ja. En ook zogenaamd natuurlijk alles weten van de graafschap. Ja. Doe je ook wel eens aan dagdromen of niet? Ja, je beeld je toch een beetje. Die kleine beeldjes ga je toch op een wedstrijddag ga je toch een klein beetje afspelen van hey, hoe ga ik vandaag die wedstrijd? Ja, ja. Dat noem ik ook wel een beetje dagdroom. Ja, nee, maar dat is wel verhaal. Want zo'n wedstrijddag is wel heel lang, hè, Hans. Ja, nee. Dat is echt lang. Ja. Dus ja, 9 uur pas spelen. Ja, dan ga je wel denken, maar ja, soms helpt dat je wel in een warming-up de focus erbij te houden, dat je wel, oh ja, nu gaat het gebeuren en dat zal ik denk ik ook wel straks gaan missen als je niet meer voetbalt. Dat je denkt, oh, die wedstrijddag, dat voelt. Met name natuurlijk als je mag starten, is dat nog wel anders dan als je op de bank staat. Ja, zeker. Maar dat is wel iets, dan ga je wel een beetje dagdromen. Maar ja, om 9 uur, en dan speel je tegen Ajax, maar we moeten eerst nog tegen Roda en Eindhoven. Maar inderdaad, dan speel je thuis om 9 uur. Dus verzamel je dan om 4 uur middags al? Of, dan is het even kijken, dan is het 17:15 aanwezig, 18:00 eten. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een lange dag. Normaal neem je na zo'n dag verlof, maar ik denk dat gewoon die dag verlof neem. Want anders zag je toch een 17:45 wekker. 2 maten, hè? En om 9 uur begint de wedstrijd pas. 1 maat hebben we die pubquiz, hè? Dus ik zal 2 maat sowieso maar vrij nemen dan. Weet je waar we 2 maat hebben staan op de agenda? Ja, podcast. Een podcast. Ja, podcast. Ja, maar dat kan niet. Dat geeft niet goed worden. Tijdens de wedstrijd is dat een mooi nieuw idee. Nee, maar dat moet televisie, hè? We moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, dat moet je even zien. Of we eerder doen met een hapje erbij. Ja, we hebben ideeën. Dat komt helemaal goed. Ja, nee. Kom van Lisanne bijvoorbeeld. Nou, alweer boerenkool. Jeanne zullen ons aankomen. Geintje. Dat was hartstikke lekker trouwens, toch? Ja, het was prima. Goed, super, was joh. Goed. Heerlijk. Goeie rook was. Goeie rook was zo. Dat was goed geregeld. Hema. Ja, dat was goed geregeld. Maar wanneer word je weer vader, Leon, dan? 29 juli is uitgerekend. Ah, oké. Dat is en 1 juni ga ik verhuizen, dus dat wordt nog even pittig. Dan ben je terug, of ga je naar Os? Nee, ik ga naar even de weg over. Dus ik woon hier nu in vlakbij het stadion, maar ik ga de weg over naar de andere kant. Ja. Oké. Wel iets dichter bij de stad.
Het is ook niet meer tuintje. Per definitie ongunstig. Mooi, hè? Heb je ons meegekregen dat Denzel de winnende goal heeft gemaakt van de week? Wie? Denzel. Gravenberg. De vierde. Daar op Cyprus al de winnende gemaakt. Ja, winnende Cyprus, ja, maar dat is een hele andere cultuur. In de laatste minuut. Echt? Jazeker. Scorend vermogen, Leon. Dat is ook zo'n ding, hè? Ja, daar wil ik het straks al over hebben, maar goed, ja. Ja, waarom heb je het niet gedaan dan? Omdat jullie zoveel kwaken. Dat wil ik straks nog wel even aanhalen. Dat we natuurlijk wel een beetje kwaliteit voor hem is. En dan wil ik natuurlijk niemand kwaad doen. Maar goed, het is wel zo. Als je een spits hebt die er 15 per seizoen maakt of 20, dan sta je goed te komen. Ja, goed. Het is natuurlijk een hele open deur, maar... Ik denk dat we met Devin Haan echt wel een hele goede spits hebben. Natuurlijk hebben we een goede spits. Met Charlie, met Devin, met Bajar, met Camille, allemaal gasten hebben die in seizoen zomaar de 17 kunnen maken. Alleen, wat ik zeg, dat draadje wordt toch wel aan. Dat lijntje is heel dun. Maar komen zo, zeg maar, een Camille en een Bajar, die komen ook nog wel net even die ervaring tekort om... Een paar keer dan zie je ze op een gegeven moment een mooie actie maken. En dan gaan ze tegenstander voorbij. En die vervolgactie, daar staat net even niet slim genoeg. Nog weer eentje te veel voorbij willen. Of om net verkeerd afleggen. Daar zit volgens mij ook nog een stuk. Dat is natuurlijk logisch als je jong bent. En dus kun je die kwaliteit wel hebben. Maar die kan op die leeftijd ook nog niet altijd uitkomen. Dat is gewoon kan niet. Zonder dat je Siem nog te weinig in de 16 hebt gezien. Die rondom de 16. Ja, klopt. Want als je die natuurlijk op een training ziet afronden, dan zie je wel even. Ja, dat is wel een ander leveltje. In de rust. Dat is wel zonde. Want als Siem gaat draaien in en rondom de 16 is het. Ja, daar hebben we hem te weinig ook met z'n allen gebracht. Hoe gaat het met hem? Ligt dat aan dan? Ja, inderdaad. Wat kan daar de oorzaak zijn? Waarom speelt hij niet dan? Dat is een ongepasseerd of geblesseerd? Hij zit nu gewoon met een blessure waar hij een tijdje gewoon mee zit. En dat is, dat is wel heel lastig voor hem. En dan wil hij juist, wat ik ook al aangaf, wat ik ook een beetje in de voorbereiding had, dan wil je toch... want het is, je wil je team helpen. Je weet dat je kwaliteit aan de bovenkant zit en dan... Gaat het niet, dan ben je toch elke keer weer aan het sukkelen met je fitheid. En dat is heel zwaar. En dan, zeker als het... Maar vooral tegen Ajax wil je spelen. Ja, nee, absoluut. Maar dat is ook een beetje... Ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja, helder. Nee, maar ook het... weet je, dat hebben we ook al een paar keer benoemd. Hè, dat we, bij de eerste training zo met Mark Terlouw. En dat hij ook zegt van... Joh, weet je, dan ben ik met die formulier bezig. Zeg je, en dan zie ik Alexander Butner. Manchester United, Moskou. Amerika, het overige voetbal. Siem de Jong. Met een hele rits aan clubs. En zeg je, hij heeft toch een gigantische goede selectie. Ik ga dan worden dit seizoen. Maar ik zie ook Siem de Jong af en toe lopen. Dat ik denk van... moeizaam. Ja, dat moeizaam. Hij zal dat zelf juist... soms het vervelend vinden dat hij niet nog door die fitheid heen komt. Hij heeft die wedstrijden nodig om fit te worden. Dat is waar ik zelf ook wel mee struggelde aan het begin. En dan wil je dat ritme krijgen en dan wil je... Dan zal het voor hem straks, als die wedstrijd er komt, dat hij zich echt vrij voelt. Dan zul je zien hoe goed hij nog is. En alleen, dat is wel lastig. Ja, maar wat jij zegt, hij is niet altijd in goed. We hebben de discussie ook al vaak gehad. Ja. Hè? Ik was bij Den Bosch uit en dan zie je een beetje hoog in het uitvak. Kijk je mooi over de lengte van het veld. Mm-hmm. Ja, ik denk dat Siem de Jong in de eerste helft, overdrijf ik echt niet, zeker 10, 12 keer gewoon echt hartstikke vrij stond in het midden. En hij werd niet ingespeeld. Ja, één keer door Hidde notabene. Ja, toen draaide hij om en toen was hij weg. En toen kreeg hij graag een kans en die ging er dan niet in. Maar toen kon je wel zien, hij op die manier uitspeelt. Mm. Alleen hij werd gewoon niet aangespeeld. En dan denk je, dan wordt het lastig om hem op sterke punten. Soms is simpel eruit laten zien is heel moeilijk. En dat zie je in deze competitie sowieso, dat het soms rennen vliegen is. Ja. En dat is natuurlijk ook wennen voor een speler als Siem is dat wel. Ja. En als je dan ook nog eens daarbij wat mankement hebt, wat je eigenlijk wil verbloemen, maar die zitten er nou eenmaal. Dan is dat wel best wel lastig om mee om te gaan. Terwijl ik het idee bij Alexander Butner heb, die voelt zich als een vis in het water hier volgens mij. Ja, als ik zie ook met de omgeving waar hij in zit, met de rol die hij heeft. Wat hij is er druk mee, onverzettelijk eigenlijk, met zijn leeftijd. Ja. Van, jee, man, echt fit is die gast, joh. Is dat,
hoe zijn die gasten in de kleedkamer? Ik bedoel... Ja, Lex, kun je er goed bij hebben. Ja. Dat is natuurlijk niet doorsnee... Hij is niet saai, doorsnee spelen waar je altijd mee te maken hebt. Die doet lekker zijn ding. En, ja, als iedereen een nieuw hesje aan moet van een of ander ding, dan zeg je... Ja, nee, dan doe even een ander ding, want hier krijg ik uitslag van. Zeg maar op zijn manier heerlijk van... Ja, het is altijd net rechts als iedereen links is. Maar hij blijft wel... Hij heeft echt zijn hart op de tong. En dat is wel... Hij is altijd zichzelf. Dat zie je hem wel. Hij stapt ook als een groep voelt van... Ja, dit is hem niet. Of deze oefening duurt te lang. Ja, dan zie je... Ja, kom aan, man. Hij trainen, we zijn wat doen, man. Ja, serieus. Dat is mooi. Is dat, ja. Dus dat is wel, dat is wel mooi. Maar hoe stapt zo'n knaap die de kleedkamer in als het weer verloren is? Of ook op een manier misschien van... Jongens, dit ging helemaal nergens om. Ja, emotioneel kan die ook zijn. Zeker. Ja, wat we allemaal wel eens hebben. Dan zeg je misschien wel 5 minuten later... Ja, sorry, Pik. Dat was niet de bedoeling. Maar natuurlijk kan... Daar hou ik wel van, ja. Je kan niet altijd maar de dingen precies zeggen zoals het hoort. Nee. Hij heeft precies wat ik zeg, ze had op de tong. En als hij binnenkomt en we hebben gewoon echt slecht gespeeld, dan mag hij ook wat roepen. En dat doen anderen ook. Maar het is toch een topsport, hè? Je wil prestatie gericht. En dan mag ik wel een keer de waarheid zeggen, natuurlijk. Hans, is het daar weer een blessuretijd? Zit er alweer in blessuretijd? En in verlenging, alles ben ik ook. Verlenging bijna. Zullen we even spelling doen, alleen Ajax, vandaag? Alleen Ajax? Alleen Ajax, ja. Zullen we doen? Ja, deze hadden dan de hoop of de voorspelling. Ik bedoel, ja, daar moet je zelf maar invullen, Harry. Ja, jij begint te hopen. Ik vind het lastig. Daar hebben we het niet over gehad. Niet in de voorbereiding over gehad eigenlijk. Hè? Want we hebben even de voorspellingen achterwege gelaten, omdat, we zaten er elke keer naast. Ja. Maar iedere keer dacht ik dan zo, we winnen Lyon. Ja, dan wonnen we weer niet, dus dat is jammer. En dat ligt ook weer aan die Zambi, zei altijd 0-2, waar we zo 2-0. Maak even een rondje. We maken gewoon even een rondje. Ajax alleen? Ja, ze doen. Oké. Okay. Ja? Leon, wat hoop je dat wordt? Na 90 minuten, of nou, wat doen we? Na 90, 120? Wat doen Sorry? We? Na 90, 120? Beide. Ik mag ook zeggen dat met penalties, dat mag ook nog. Maar het werd wel heel laat trouwens, weet je. Ja. Ja, en dan smorgens een kwaal van 6 weken had hij laten lopen. Nou, en hij wint me natuurlijk weer de kantine in. En dan maar je had die dag al vrijgenomen. Ik neem je allebei de dagen gewoon vrij. 2 en 3 maart. Ik heb nog wel wat dagen. Oh, dat is dat snap ik dat jij dagen hebt. Ja, ja. Nee, met die baan. Maar goed. Leon, zeg maar. 1-0. 1-0. Ja, de kleine is er ook. En het was 9 uur, dus. En jij maakt de binnenlijn. Oké. Harry. 1-1 en 2-1 na verlenging. Oké. Nou, verlenging even. Ja, zo. Een beetje je de moet hoop. Wat, Hans, hè? De hoop, hè? Die 1-0, dat doet me wel weer denken aan toen. In de begin. Ja. Die verloor de kruip. 1-1. Ook 1-1. Ja. En na verlenging? Dus een bekerwedstrijd, Martijn. Ja, pak penalties. Ook 1-1. Oh, weet je hoe laat penals. Dat is? Dat moet je helemaal niet hebben. Dat kan helemaal niet. Dat zegt Leon. Zou je een penalty nemen, Leon? Ja, stond het leeg. Oh, Henk. Hij heeft wel gescoord, hè? Tenminste, daar gaan we vanuit natuurlijk, hè? Dat tellen we dan, hè? Als ik kan geven, dan win ik elke keer de voetbalpool, dus ik doe dat niet aan. Doe maar het goede doel, de voetbalpool. Duidelijk, Henk. Dankjewel. Wes? 2-1 en we hebben een doelpunt gemaakt door Leon Kaas. Oh, kijk. Nou, daar hij helemaal vers compleet. Oei. En dan gewoon in 2 in de eerste minuut ook, hè? De gelijk daarna afsluiten. Nou, ik weet zeker dat ik dan breek. Als dat gebeurt, dan is het klaar. Dan ben ik vrijdag in de slaven. Dan neem ik zelf eens met hem af voor het goede doel. Eén op de laatste manier, doelpunt gemaakt door Leon. En dan rijd ik met op de mensen aan. Dat is belangrijk voor Ben. Dagdromen, Leon. Ja. Dagdromen. We zijn allemaal aan dagdromen. Dit wordt nachtdromen. Dat, ja. Ja, dat moet ook. Och, Kevin. Je zit er wel heel serieus bij. Ja, ik ben niet zo goed in voorspellingen, maar ik ging 2-2. Helderrol, Hidden. Kijk, dat is wel heel veel... Ik kan niet mislukken, Leon. Ja, goede doelen, dit. Ja. Hey, Wilco. Lisanne heb ik nog niet. Nou, ook weet ik niet. Ik heb geen idee. Oké. Nee, weet echt niet. Ja, je moet gewoon wat zeggen, anders kom je niet weg hier. Maar 1-1 en een winnende doelpunt maakt Leon Kaars. Ook nog. Kijk eens, hey. Daar zetten we de hoofdprijs. Rust. Ik doe gelijk de ruststand. 0-2. Vervolgens winnen we met 3-2. Dat wordt een heksenketel hier.
De treinen komen hier stil te staan. de band die rent het veld gewoon op van enthousiasme. Het geeft hier spoken. En misschien zing ik dan wel op middenveld. Dat kun je nooit weten natuurlijk. Stadion wel gauw leuk natuurlijk, ja. Maar 3-2. En ik zou wel blij zijn. Leon, tuurlijk zou het mooi zijn dat hij scoort. Hè, en dat hoop ik ook. Maar dat je gewoon als Bessie speelt, maak ik een goede kans. De man bent die in de basis staat en die gewoon die wedstrijd uitsleept. Dat zou ik misschien wel mooier vinden dan dat je in het doel. Ja. Nou ja, hij hoort toch allemaal goed met je voor, toch? Of niet, Leon? Ja, lief allemaal. Ik denk als... Warm bad hier. Ja, dat is mooi. Dat is ook de bedoeling. Als vader hier dat hoort, die krijgt de tranen in de ogen op deze. Dat kan niet anders. Nee. Toch? Prachtig hoe je het... Mooi, hè? Of niet? Wat is die Wilco? Ja, Wilco zelf. Ja, Wilco, die is, ja... Ik heb altijd heel bijzondere uitslagen. Ja, en vandaag weer. Ja. 3-3. Wel mooi. Leon twee keer. God. Nee, gelijk twee keer scoren. Ja. Net zo'n volley als toen ooit een keer. Het enige scoort is los, hè? Ja. Je hebt toen zo'n volley gemaakt ooit, hè? En met Os. Dat was en Wins Kruijt toen zulke laten zien bij ISPN, volgens mij. Dat ben je laat. Dat kun je niet hebben, Wilco. Strafschool kun je niet hebben. Dan kun je de kantine niet meer in. Jawel, laten we er maar eens op letten. Hé jongens. Je moet kappen, je moet stoppen. Nou, ik wil in ieder geval nog even een lans breken voor Audi. Ja. Want ik denk dat het... Daar wilde ik mee beginnen, inderdaad, maar dat mag. Ja. Oh, sorry. Maar ik denk dat het heel goed is. Kijk, Audi heeft niet makkelijk. En gaat ook niet zo heel goed met hem. Wat jij zei, er lopen nog onderzoeken. En met enige onzekerheid omgeven, om zo maar te zeggen. Dus ik denk dat van hieruit, dat ik wil namens ons allemaal, denk ik, hier aanwezig, Adrie, heel graag echt een hart onder de riem steken. En ik denk, we gunnen hem het alle, maar ook echt veruit het allerbest. Ja. En dan kun je het hebben over een goed resultaat tegen Ajax, Leon twee keer scoorde of die wedstrijd uittrekt. Gezondheid is het belangrijkste. Het allerbelangrijkste. Dat er snel bovenop is. Ja, ja. Adrie baalt dan dat hij maar 27 punten heeft, maar op dit moment is volgens mij maar één punt belangrijk. Dat hij weer gezond wordt natuurlijk. Je kunt ook zien de beleving, hè, die er nog steeds gewoon in zit. Ja. Maar goed. Dus dat. Adrie luistert. Ik moet net zeggen, luistert meestal, hè. Maar net zeggen, ja. Dus, denk aan de eigen gezondheid. Dat is wel belangrijk. En heel, heel, heel veel beterschap. Ja. Volgens mij heeft hij nu uitslag van de zenuwen. Ja. Dus dat is wel spannend. Oké, ja. Klopt. Ja, ik wil toch even, ik vind het wel leuk, maar even zien. Holy. En Martijn natuurlijk zit hier. Martijn zit er nog. En we hadden Mark ook. En Mark is weg, zie ik. Ik weet niet waar Mark is. Nee, maar Leon, je zag Sjoerd straks binnenkomen. Ja, natuurlijk. Sjoerd is ook een beetje onze vaste gast eigenlijk. Ja, ik kan altijd wat brengen. Ja, en wat ik al zei, we waren vrij laat eigenlijk om Sjoerd in te signen dat jij hier zat. Dankjewel. Hij zei wel van, joh, ik kom toch. Want hij had de kleine op dat moment even alleen thuis. Hij moest naar Els toe voor een bijeenkomst nog. Weinig gebeuren. Een drankbijeenkomst. Dat is ook altijd wel leuk. Hè? We hebben hier ook altijd een drankbijeenkomst. Maar hij doet dat op professionele wijze. Mooi. Als het niet jouw keuze is, mocht je terugbrengen. Nou, dat is dus daar zit nog garantie op, Leon. Ja. Dat hebben we het hidden niet gehad. Nee. Dus, helemaal op, denk ik. Wat dat betreft, spreek ik in jouw voordeel. Leon, ontzettend bedankt dat je er was. Hartstikke leuk. Een heel mooi gesprek. We willen dat voortzetten op deze manier. En er mogen nog meer mensen aansluiten. Ben, hè, zei je van, als mensen belangstelling hebben, laat het weten. Ja. En zijn jullie welkom. Dus. Super. Ik zet even de koptelefoon op, want dan kan ik de eindtunes dadelijk opstarten. Yes. We gaan het doen, hè? We gaan het doen. Zondag zien we elkaar, Leon. Zeker. En, mag hem de zondag wel inschieten. Als je zondag inschiet, kom dan ook even naar de kantine. Want daar hebben we dan verdiend. Maar dan, Mark doet dan de man of the match, denk ik. Waar is Mark? Die is al weg. Ja, Mark is al weg. Die moest eerder weg. Maar leuk man. Mensen bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Leon, bedankt. Goed gewoon. Tjie. Hey.
blauwe voetbalschoen, maar alles keurig net. Alleen wordt iedere voetbalclub er in het hemd gezet. Even nog je tanden zien, dan word je kampioen.